welkom allemaal. Volgens mij zijn we live bij Instagram. Ik kijk heel even of dat inderdaad zo is. Ja, we gaan beginnen. Nou, hartstikke fijn. Leuk dat jullie allemaal zijn ingeschakeld. Welkom bij de Insta Live Q&A over veilig opgroeien van je kind. Bij de geboorte heb je een heel kwetsbaar wezentje in je handen die met allerlei reflectie is uitgerust. Maar in dat eerste jaar ontwikkelt je kind zich met allerlei stappen. Van omrollen, tijgeren, kruipen, naar optrekken en misschien wel zelfs de eerste stapjes. De wereld wordt steeds groter en dan wil je graag je kind veilig opgroeien en daarin begeleiden. Vandaar dat we vanavond in gesprek gaan over het veilig opgroeien van je kind en stilstaan bij 7 mijlpalen. Ik ga daarvoor in gesprek met twee experts van Veiligheid.nl, Kinderveiligheid met Mieke Kotterink en Marielle Hermans. Die komt zo meteen in beeld. En we zullen al jullie vragen beantwoorden over het veilig opgroeien. Maar we zullen ook per mijlpaal even stilstaan bij het een en ander. En Mieke, eigenlijk brengt me dat op het eerste. Waarom hebben we deze specifieke 7 mijlpalen gekozen? En misschien is het goed om ze nog even eerst te noemen. Hè? We gaan van omrollen naar tijgeren. Kruipen, optrekken, tot staan inderdaad, lopen en dan op een gegeven moment gaan we meer naar ook de cognitieve dingen, hè, het begrijpen van of eerst het herkennen van regels en uiteindelijk ook echt meer het begrijpen van die regels en ook ja, dat koppelen we ook weer aan risico's nemen eigenlijk tijdens het spelen. Ja. Ja, wat je zegt, waarom deze 7 mijlpalen? Ja, waar het om gaat en hè, waar Veiligheid.nl zich ook voor inzet, is het veilig laten opgroeien van een kind. Enerzijds een kind beschermen, maar anderzijds ook sterker maken, waardoor het ook zelfredzaam wordt op een gegeven moment. En dat dus zonder ongevallen, of in ieder geval ernstige ongevallen. Een klein ongelukje hoort er soms bij, maar ernstige dingen willen we voorkomen. Ja, snap ik. En als je kijkt naar wat er misgaat met jonge kinderen, baby's, jonge opgroeiende kinderen, dan weten we eigenlijk dat het 9 van de 10 keer fout gaat, precies op zo'n moment dat een kind iets nieuws kan. Ja, dus dat er een volgende mijlpaal zich aan bereikt wordt. Ja. 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 Dat zijn eigenlijk de momenten waar het vaak misgaat. En ja. Ja, vandaar dat het belangrijk is dat ouders die mijlpalen kennen. En nog belangrijker, die mijlpalen ook zien aankomen. Ja, gaan herkennen. Ja, precies. Ja. Weten waar ze op moeten letten. En daar gaan we mee beginnen. Hè? Ja. Ik ga deze zware baby toch even hier neerleggen. Ja. En volgens mij gaan we dan beginnen met de eerste mijlpaal. En dat is het omrollen. Ja. Vertel. Ja, ja. Ja, je gaf het al aan. Hè? De ontwikkeling in eerste instantie in het eerste jaar eigenlijk gaat razendsnel. Ze beginnen bewegelijk te worden. Armpjes, beentjes. Ze beginnen soms een beetje in hun bedje te verplaatsen. Maar de eerste echte mijlpaal is eigenlijk het moment dat ze gaan omrollen. Ja. En ja, het ligt er een beetje aan kindjes die op hun buik liggen. Hè? Of als ouders hun kindje regelmatig op de buik leggen om te spelen. Of tijdens het verschonen. Dan wil het wel eens gebeuren dat ze opeens omrollen naar de rug. Maar dat is dan eigenlijk een beetje per ongeluk. Oh ja. Komt dan eigenlijk omdat dat hoofdje opzij gaat en vrij zwaar is. En dan in één keer gaat het hele lijfje erachteraan. Ja, ja. En dan denken ouders, oh, die van mij die kan wel omrollen. Maar ja, dat is vaak eigenlijk gewoon de zwaartekracht geweest op dat moment. Okay. Maar waaraan herken je wel als je kind dus zo ver is? He, want je wil er eigenlijk alert op zijn en er voor zijn. Dus wat zijn de signalen dat je kunt herkennen dat je kind daaraan toe is? Ja. Dat gaat komen. Nou, waar je op kan letten is als ze bijvoorbeeld in de box liggen of op een kleed op de grond. Wat ze dan gaan doen, als de mijlpaal zich een beetje gaat aandienen, waar het mee begint is dat ze hun beentjes in de lucht gooien. Ze gooien die beentjes omhoog en wat ze dan doen is ze laten die beentjes opzij vallen. Dat zijn eigenlijk de eerste signalen dat je kan zien van, oh kijk, die is aan het oefenen, die benen gaan omhoog, opzij en dan duurt het niet heel lang meer of ze rollen naar de zij.
is het eerst nog eventjes dat ze dan tot hun zij komen, want dan liggen ze nog op hun arm, dan ligt die arm in de weg. Maar op een gegeven moment dan rollen ze door naar de buik. Ja. En dan liggen ze op hun buik. Okay. En waar moet je dan vooral op letten? Want als je kind dat eenmaal doet, ja. Kijk, bij zo'n commode kunnen we ons natuurlijk goed voorstellen dat je wil voorkomen dat het kind het natuurlijk afrolt. Maar ja. Er zijn vast ook wel andere dingen waar je op moet letten. Dat je dat noemt van de commode, dat is dus wel een voorbeeld wat heel veel ouders denken, nou, dat overkomt mij niet. Mm-hmm. En toch in de praktijk gebeurt het helaas wel regelmatig dat kinderen toch voor het eerst omrollen op de commode. Mm-hmm. Ze hebben het nog nooit eerder gedaan. Moeder die moet toch eventjes iets pakken, een schone romper of oh, de luiers zijn op, toch eventjes de luiers uit de kast. En ze draaien zich om en de kleine die rolt om en van de commode af. Dus ja, dat zijn wel situaties wat belangrijk is, dat je gewoon eigenlijk altijd zorgt. Hè. Hier heb je ook bijvoorbeeld een mandje met allemaal spulletjes. Je hebt natuurlijk lades. Zorg dat je gewoon alles wat je nodig hebt om je kindje te verschonen, aan te kleden, dat je dat dus bij de hand hebt. En dat je dat... Ja, we krijgen een... Misschien moeten we iets beter, iets hoger. Ja, pasthouder zelfs. Die van mij? Allebei. Oh, ik hou hem vast dan nog. Nou, dan doen we dat. Ja. Oké. Okay. Maar dat je dus zorgt dat je alles wat je nodig hebt om je kindje te verschonen, aan te kleden, bij de hand hebt. Zodat je nooit weg hoeft te lopen bij de commode. Ook niet alleen maar even omdraaien, maar altijd zorgen dat je erbij blijft. Zodat die eerste keer je niet overrompelt, zeg maar. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar dat omrollen, dat gebeurt natuurlijk misschien ook wel in het bedje. Dus dan heb je het ook over babynestjes of hoofdbeschermers. Hoe moeten we dan op letten? Nou ja, wat dus ook belangrijk is, hè, vooral die allerjongsten, die liggen gewoon ontzettend veel in bed. Die slapen nog heel veel. Dus het bedje is ook een plek waarvan je wilt dat het veilig is op het moment dat een kind begint om te rollen. Dus wat je dan in ieder geval wilt dat er niet in het bedje ligt, zijn kussenachtige materialen. Hè. Je ziet wel eens van die hoofdbeschermers helemaal rondom in het bedje. Dat is van gewatteerd zacht materiaal. Ook babynestjes, dat is ook wel een duidelijk voorbeeld, hè, van een opstaande, gewatteerde rand. En op het moment dat een kindje dus begint met rollen, dan draaien ze naar opzij en komen ze met dat gezichtje in dat gewatteerde, in die gewatteerde rand terecht. En dat zijn situaties, dat wil je niet. Dus nee. Zorg voor een leeg bedje, geen hoofdbeschermer, geen kussens, geen grote gevulde knuffels. Mm-hmm. Al die producten, zeg maar, wil je niet in deze bedje. Nee. Wat ik ook heb gezien, sorry dat ik je onderbreek, is dat Johnny kwam bijvoorbeeld over het gebruiken van een vliesdekentje, of dat veilig is in bed. Ja. Of liever toch katoen en wol, maar slaapzakjes, dat is het beste toch? Ja, het is in principe zo dat de allerjongste, als ze net geboren zijn, dan kunnen ze gewoon nog onder een lakentje en een dekentje slapen. Dan zijn ze nog niet bewegelijk, dan maak je het bedje kort op, zoals je dat ook hier kunt zien, hè, met de voetjes bijna bij het voeteind. En dan zijn ze nog niet dat ze onder de dekens kunnen raken. Het materiaal van het dekentje, dus de vraag van vliesdekentje. Ja. Het materiaal maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat kan van vlies zijn, kan van katoen zijn of van wol. Het belangrijkste is de dikte van de deken. Dus de dikte van de deken, dat bepaalt hoe warm het is. En het is belangrijk dat het gewoon niet te warm is. Ouders hebben toch snel de neiging om toch iets warmer toe te dekken. Dat je bang bent dat je kindje het koud heeft. Mm-hmm. Maar ze hebben het niet zo snel te koud. Te koud, dus nee. Okay. En wat je zegt, op een gegeven moment als ze dan wat bewegelijk worden, dan is het goed om een slaapzakje te gaan gebruiken. Ja, okay. Okay. Hier hebben we dan een voorbeeld van het allerkleinste maatje slaapzak. Nou ja, dat is een maatje 56. Daar kunnen ze eigenlijk vanaf het moment dat ze bewegelijk worden,
kunnen ze hier het beste in slapen. Mm-hmm. Dit is een gewatteerd exemplaar, dus dat is gewoon prima. Hè. Soms dan heb je ook nog mouwtjes eraan, dat heeft deze dan niet. En dan hoef je geen extra dekentje en lakentje te gebruiken. Okay. Dan kunnen ze alleen in dit slaapzakje, kunnen ze nooit onder het beddengoed terechtkomen. Dus dat is eigenlijk de meest veilige manier. Ja, oké. Okay. We hebben best wel wat vragen vooraf gekregen over veilig slapen. En dat hoort toch eigenlijk wel een beetje in deze fase om daar toch ook even op door te gaan. Ja. Want zo kwam Davina bijvoorbeeld over hoe lang mag mijn kind eigenlijk in de wieg liggen? Oftewel, wanneer ga je die overstap maken naar een ledikant? Ja, ja. Is dat nou, ook zodra ze bewegelijk worden? Of? Ja, dat is een goede vraag. Want kijk, dat zie je ook al een beetje aan deze wieg. Nou is deze op zich nog vrij diep. Je hebt ook wel wiegjes die zelfs nog iets minder diep zijn. Op het moment dat het kindje bewegelijk wordt en dus gaat proberen om te rollen, dan is het eigenlijk wel het moment om over te gaan op een ledikantje. En dan bedoel je dus vooral dat de bodem... En dat de bodem dus inderdaad omlaag gaat. Ja, ja, klopt. Snap ik. Ja, klopt. Ja. Oké. En Hanna die vroeg, wat moet je doen met een baby die door het hele bed heen gaat met slapen? Dus heel bewegelijk is. Nou ja, als dat eigenlijk niet. Nee, klinkt misschien een beetje gek, maar een baby die bewegelijk is, die kun je dus het beste, dat is wat je moet doen, laten slapen in een babyslaapzak. Ja, en dus zonder extra beddengoed. Ik heb al uitgelegd. Mm-hmm. En als je dat doet, dan maakt het niet uit. Laat hem lekker bewegen. Hij ligt gewoon warm in die slaapzak. En dan. Dat is het. Nee. Okay. Ja. En je zei ook hè, bij veilig slapers, een beetje zo leeg mogelijk. Maar Sera vroeg zich af, ja, slapen met een knuffel. Ja, kind en een knuffel. Nee. Vanaf welke leeftijd is dat wel oké? Okay? Ja. Nou ja, een knuffel, dan gaat het met name wel om de gewatteerde knuffels. Hè? Want wat ik net uitleg, je wilt dus voorkomen dat een kindje met het gezichtje in die knuffel terechtkomt. Ja. Je hebt ook van die knuffeldoekjes bijvoorbeeld. Het is gewoon een doekje met zo'n wat stevig kopje erop. Mm-hmm. Dat is op zich prima. Daar kan een heel kleintje ook al wel mee slapen. Dus de grote gewatteerde knuffels, daarvan zeggen we, die horen niet in een bedje thuis. En dat kan wel op het moment, ja, eigenlijk zeggen we op het algemeen, als ze naar een groot bed gaan. Ja, meestal vanaf een jaar of 2, 2,5. Dan maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Nee. In het kinderwiegje, ledikantje, geen grote knuffels. Nee. Nou, ik heb toch ook nog een vraag van Christina, die wil ik ook nog even aan je stellen. Want zij zegt, tot wanneer mag mijn tweeling in hetzelfde bed slapen? Een tweeling? Ja, en daarna wanneer jij ze in de aparte bedden slapen, hoe zorg je dat ze dan toch die geborgenheid van elkaar nog vinden? Ja, dat is ook een vraag die ik regelmatig krijg, ook ten aanzien van tweelingen. Mm-hmm. Eigenlijk adviseren we om een tweeling direct al in aparte bedjes te laten slapen. Je hebt wel speciale tweelingbedjes, dus dat het eigenlijk wel één bedje is, maar dat er wel een opstaand wandje tussen beide kanten zit. Mm-hmm. Want het is, ja, klinkt misschien gek, maar wat ik ook net heb uitgelegd met die kussenachtige materialen, waar ze tegenaan kunnen rollen of wat de adem kan belemmeren. Eigenlijk kan dat tweelingbroertje of zusje ook zo gezien worden. Hè? Ze kunnen per ongeluk tegen elkaar aanrollen met het gezichtje. En ja, dat is eigenlijk de reden waarom we zeggen van nou, liefst gewoon direct twee aparte bedjes zo dicht mogelijk bij elkaar. Zodat ze elkaar kunnen horen, zien, ruiken, elkaar aanwezigheid. Ja, precies. Maar niet het risico hebben nee. op. Ja, hartstikke goed. Oké. Okay. Volgens mij, ik ben nog één vraag vergeten. Dat heeft te maken met het matrasje in het bedje. Waar zijn daar dan nog specifieke dingen waar we op moeten letten? Bij een matrasje is het belangrijk dat hij vlak en stevig is. Mm-hmm. Vlak, dat er geen krommingen of hollingen of soms zie je wel eens iets van een holling bij het hoofdje. Dat soort dingen is gewoon niet verstandig. Mm-hmm. Vlak. Stevig matrasje. Yeah. Met stevig wordt bedoeld dat je het zeg maar een klein beetje kan induwen met je platte hand.
maar niet dat je er helemaal in wegzakt als het ware. Het moet goed in het bedje passen, dus dat er geen open ruimte is tussen de zijwand en het matrasje. En het moet in ieder geval niet iets van een niet ventilerende laag hebben, zeg maar. Zeggen een niet waterdoorlatende laag. Okay. Dus, want dat is niet goed voor de ventilatie. Mm-hmm. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen ten aanzien van een matrasje. Ja. Okay. Ja. Hebben we alle aspecten over het omrollen gehad? Of moeten we nog ergens even aan denken? Nou ja, we hebben het gehad eigenlijk over de risico's. Hè? Dus waar je op moet letten. Om te voorkomen dat een kindje dus van de commode of van de bank, hè, wat ook vaak gebeurt, even op de bank neergelegd. Ze bleven altijd zo netjes liggen en hup, zo van de bank afrollen. Daar hebben we het over gehad. Maar wat ook belangrijk is om te benadrukken, is dat het ook goed is dat een kind leert omrollen. Hè, dus het is juist die bewegelijkheid en die ontwikkeling. Is heel belangrijk. Daarom is het ook goed dat je ze af en toe op de buik legt. Dat vinden kindjes in het begin niet leuk. Dan liggen ze op buik, gezichtje. Ja, dan moet je proberen omhoog te houden, het zware hoofd. Ja. Maar het is heel belangrijk dat ze dat oefenen. Mm-hmm. En dat ze sterker worden, dat ze op een gegeven moment dat kopje kunnen optillen. Op een gegeven moment gaan ze zich een beetje heffen ook met die armpjes. Dat is allemaal, helpt dat om uiteindelijk ook te kunnen omrollen. Mm-hmm. En dat oefenen, dat kunnen ze eigenlijk alleen maar als ze bijvoorbeeld in een box liggen of op een kleed, op de vloer, maar niet als ze in een stoeltje zitten. En ja, dat is wel een zorg die ik heb, wat ik heel vaak om me heen zie, mm-hmm. dat kinderen, hele kleintjes al, te lang en te vaak in een stoeltje zitten. In de maxicosi, zeg maar, de babyautostoel. Die kan ook op het onderstel van de kinderwagen. Dus als we dan boodschappen gaan doen, dan gaat die uit de auto zo op het onderstel van de kinderwagen. Terug in de auto, dan kom je thuis. Oh, baby slaapt nog. Zetten we hem nog eventjes in huis om nog door te slapen. Kinderstoelen, die hebben tegenwoordig bijna allemaal zo'n babyschelp. Ja. Mm-hmm. Ook daar zitten ze in zo'n gekromde houding. Mm-hmm. In zo'n houding, met het kontje naar beneden en de beentjes omhoog. Ze kunnen niets. Nee. Ze kunnen niet trappelen met de beentjes. Ze kunnen met die armpjes niks. Dus ja, dat is eigenlijk echt niet wat je wilt. Een kind heeft ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Ja, en om dus op een gegeven moment met die beentjes te gaan spartelen en dan in eerste instantie per ongeluk, maar later heel bewust die draait gaan maken. Ja, hartstikke goed punt om aan te geven. Ik denk dat we doorgaan naar het volgende mijlpaal en dat is tijgeren. Tijgeren, vertel. Ja. Wat zien we dan in deze fase? Nou, tijgeren ziet er heel leuk uit. Dat is in het begin dan kunnen ze dan eenmaal al goed zich opheffen. Hè. Moppie kan omhoog, ze leunen op die handjes. Maar op een gegeven moment dan zien ze een speeltje verderop liggen en dan willen ze dat pakken. Dan proberen ze dat uit alle macht. En wat er dan heel vaak gebeurt, is dat ze in eerste instantie achteruit bewegen in plaats van vooruit. Ze gaan met die beentjes heen en weer, maar ze krijgen nog niet grip om ook echt vooruit te komen. Mm-hmm. Op een gegeven moment merken ze vaak wel met één beentje van, oh, als ik het zo doe, dan kan ik wel een beetje afzetten. Dan gaan ze vaak rondjes. Dus dan gaan ze met één beentje en dan draaien ze eigenlijk om hun eigen as. Ja. Soms tot een grote frustratie. Ja. Maar na even oefenen, dan hebben ze het vaak door. Mm-hmm. En dan schuiven ze als het ware over de grond. Ze zetten zich af met voetjes en handjes. Ja. Met buik op de grond, tijgeren ze de kamer rond. Ja, ja. Okay. En hoe kan je dat stimuleren bij je kind? Nou ja, wat ik net al zei, hè, geef ze ook zoveel mogelijk gelegenheid om te oefenen. Mm-hmm. En ja, wat soms lastig is om een beetje grip te krijgen. Dus dan is het misschien handig om soms gewoon de sokjes uit te doen.
op blote voetjes hebben ze gewoon veel meer grip om, mm-hmm. Om zich af te zetten. Ja. En ja, soms als je ziet van nou, het frustreert wel heel erg dat ze nergens komen, dan kun je soms ook nog wel eens even zo je hand achter zo'n voetje zetten om ze te laten voelen van hé, hey, wat gebeurt er als ik echt kan afzetten. Als ik naar voren kom. Ja. Hey, maar het is natuurlijk wel zo dat als je kind dat gaat doen, dan wordt zijn wereld natuurlijk groter. Ja, klopt. En dan moeten we weer opletten op de veiligheid. Dus wat zijn dan specifieke dingen waar we rekening mee moeten houden? Nou ja, ze gaan opeens, blijven ze niet meer op het kleed. Nee. En ze gaan de hele kamer door. Mm-hmm. En alles wat ze op de grond tegenkomen, want dat is nog wel wat bereik is, de grond. Mm-hmm. Ja, dat is potentieel gevaar natuurlijk. Hè? Dus het is wel belangrijk om dan rekening te houden met wat ze allemaal op de grond tegen kunnen komen. Aan kleine onderdeeltjes en kleine dingen. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld de lage stopcontacten. Heel veel woningen hebben laag bij de grond stopcontacten. Mm-hmm. Stekkerdozen. Dus ja, voordat een kind begint te tijgeren, is het wel belangrijk om die stopcontact in ieder geval Om je huis babyproof te maken. Ja. En daar heb ik wat dingen voor om ook te laten zien. Ja. Want wat je absoluut moet voorkomen, dat je kind in aanraking komt met de knoopcelbatterij. Dat zijn deze, voor iedereen even nog. Want zo'n hele kleine platte batterij, die zitten in steeds meer dingen. Dit wil je absoluut, dat je kind dit niet in zijn mond gaat stoppen. En over de stopcontacten gesproken, die kan je dus beschermen. En dit zijn die kan je dus in het stopcontact klikken, zodat ze veilig zijn voor je kind. Ja, dat is een voorbeeld van hoe het zou kunnen. Hè? Want je hebt wel veel nieuwbouwwoningen die hebben ook kindveilige contactdozen aan de wand. Dat is eigenlijk het mooist. Mm-hmm. Maar ja, veel woningen hebben dat ook niet. En dan kun je dus dat soort afdekklepjes kopen om het af te schermen, zodat mm-hmm. kinderen niet in die gaten kunnen komen. Ja. En wat jij net zei, ook die knoopcelbatterij, kijk, alle kleine onderdelen, ook een gemorste pinda van de avond ervoor, is ook iets waar je op moet letten. Maar zo'n knoopcelbatterij is wel een voorbeeld waarvan ouders zich vaak niet bewust zijn waar die allemaal in zitten. Hè? Mm-hmm. Want je hebt ook zo'n vaccinelichtje bijvoorbeeld, ook daar zitten knoopcelbatterijen in. En het gevaar met de knoopcelbatterijen is op het moment dat een kind die inslikt, en het is een mooi glimmend, net een snoepje eigenlijk, mm-hmm. En het komt in contact met een vochtige slokdarm bijvoorbeeld. Nou, dan bestaat de kans dat daar een elektrisch stroompje gaat lopen. En dat batterijtje, dat kan een heel gat in die slokdarm branden. Dus de ernst van een ingeslikte knoopcelbatterij kan echt ernstig zijn. Grote gevolgen. Dus dat soort dingen weghouden van kinderen. Ja. Ja, en sowieso denk ik wat jij net zei. Hè, je wil je huis eigenlijk babyproof maken voordat je kind echt zijn wereld groter wordt. En het is misschien juist wel heel erg leuk om eens een keer door je knieën te gaan en zelf laag op de grond te kijken wat je dan allemaal tegenkomt. Ja. En er zijn ook hele leuke filmpjes van. Wij hebben er zelf bij ooit ook wel eens zo'n filmpje gemaakt. Maar dan zie je eigenlijk pas waar je allemaal op moet letten. Ja, klopt. Ja, je moet echt even anders naar je eigen huis gaan kijken. En ook dat besef dat je kind dus opeens op allerlei plekken kan komen. Ook bijvoorbeeld, hè, wat ook wel vaak misgaat, dat het bijvoorbeeld achter een deur zit. Hè. Ja. Jij gaat even naar de keuken of naar het toilet. Je komt terug de woonkamer in en de baby die ligt gewoon achter de deur. Ja. En jij gooit zo die deur ook. Dat soort dingen, daar ben je dan gewoon niet gewend. Maar dat kan dan opeens wel de situatie zijn. Ja. Heel goed dat je dat zegt. Ja. Volgens mij gaan we door naar het volgende mijlpaal. En dat is dus kruipen. En daarvoor ga ik in gesprek met jouw collega Marielle. Dus ik ga van jou even deze microfoon aannemen en die ga ik geven aan Marielle. Welkom Marielle. Ja, dankjewel. Wij gaan ook in gesprek. We draaien even door en ik sla ook even om wat wij gaan het hebben over kruipen.
ja, weer de volgende stap. Klopt. Vertel. Weer een grote mijlpaal erbij. Mm-hmm. Kruipen. Nou, hoe kan je het eigenlijk als eerste even zien? Mm-hmm. Het signaal wat je kind geeft, dat is eigenlijk dat hij al wat meer kan steunen op zijn handjes. Hij gaat meer rechtop. Mm-hmm. Zijn hoofd gaat meer rechtop. En op een gegeven moment zie je ook een knietje wat onderlangs naar boven gaat, zo, dus een beetje optrekken. Mm-hmm. En dat zijn dus echt de eerste signalen dat al laat zien, hey, mijn kind gaat ervoor gemeld aan kruipen. En dan is het ook belangrijk om, ja, om daar alert op te zijn, want voor je het weet kan hij ineens kruipen, is hij heel snel. Ze kunnen van alles en wat bijvoorbeeld ouders ook dan misschien nog niet zo beseffen is dat ze bijvoorbeeld ook op de trap zouden kunnen gaan. Ja, de trap nodigt uit, het klimt snel. Ja. Ja, als ik zo van jou begrijp, dan is de trap wel echt een serieuze aandachtspunt om veiligheidsmaatregelen voor te gaan nemen, toch? Klopt. Ja, klopt. Vertel. Ja, de trap is echt, staat ook op nummer 1 eigenlijk, als we kijken naar de top 5 meeste ongevallen van de allerjongste in huis. Dus dat is echt goed om daar meteen al alert op te zijn. Dus meteen bij de eerste signalen, voordat de kind gaat kruipen, plaatsen de traphekjes. Mm-hmm. Nou, hier zijn wat voorbeelden van. En plaats die ook onderaan de trap, maar ook bovenaan de trap. Ja. Vaak zien of horen we dat mensen denken, ja, ik heb hem toch bovenaan de trap, want als ze naar beneden vallen. Maar dus juist ook van beneden, als een kind omhoog gaat, ja, als je niet door hebt, dan kan die ook zo naar beneden vallen. Kijk, ja, een kind valt dan ook. En zelfs, want dat was ook een vraag, als je trap nou in de gang is, hè, dus mm-hmm, je bent zelf in de huiskamer, vind je dan dat er dan ook een traphekje aan de onderkant moet zijn? Ja, 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 want ik snap dat je inderdaad denkt, ja, ik heb een deur, die is altijd dicht. Ja. Ik denk dat de gedachtegang is. Maar je kan gewoon nooit 100% alert zijn dat die deur altijd dicht is. Mm-hmm. Als je bezoek hebt, als er visite is, misschien als je een ouder kind in huis hebt. De deur staat altijd een keer open en ik heb zelf ook 2 jonge kinderen en ik heb het ook een keertje meegemaakt dat dan toch een deur open staat en dan zijn ze in de gang en dan ben je blij dat er een traphekje toch staat, ja, voor die eerste paar trappen. Ja. Maar er zijn best wel veel keuzes als het gaat om traphekjes, excuus. Daar hebben we ook vooraf een vraag over gekregen van ja, er is zoveel keus, waar moet je op letten? Ja, er is heel veel keuze inderdaad. En dan is het ook nog, er zijn een paar testen geweest dat de hekjes ook nog onveilig uit die testen kwamen. Ja. Dus waar er zijn een paar punten waar je zeker op kan letten. Mm-hmm. En dat is ten eerste bijvoorbeeld ook de sluiting. Kijk of je het met 1 hand of 2 handen, dat je hem echt zelf open en dicht kan maken. Mm-hmm. Dat goed werkt. Over het algemeen zijn deze die je ook ziet die je erin schroeft, die zijn beter dan klemhekjes, die heb je ook. Dus ja, dus je bedoelt de hekjes die je echt vastmaakt aan de muur? Precies. Ja, ja, okay, ja. Dat is beter omdat klemhekjes toch vaker wat minder stevig zijn en ze hebben ook een balk op de vloer eigenlijk waar je dan ook overheen moet stappen. Oh. Dat zo, ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar deze blijft dan staan. Ja. Nou, daar kan je ook weer overheen struipelen. Ja. Precies. En verder is het ook nog, gewoon is ook als je het geïnstalleerd, duw er zelf ook eens gewoon goed tegenaan. Kijk of die goed zit, zo'n traphekje. Mm-hmm. Dat het goed stevig vast zit, want dat moet het ook kunnen zijn. Nou, en tenslotte, ja, ik denk dat ze niet meer helemaal vaak voorkomen, maar vroeger, dus misschien heeft iemand ze nog ergens liggen, had je harmonica-hekjes. Yeah. Nou, dat is echt advies om die niet meer te gebruiken. Nee. Dan kunnen kinderen ook nog opklimmen, omdat het zo'n harmonica-systeem is. Ja, dus nou, dat moet je eigenlijk niet vinden. Nee, het is echt verstandig om een goed stevig traphekje te kopen. Oké, maar dat is natuurlijk het gevaar, zeg maar, van de trap. Maar er zijn natuurlijk meer plekken in huis die aandacht behoeven. Ja. Volgens mij, we hebben het over een rondkruipend kind. Dus ja, denk even aan de keuken bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, de keukenkastjes. Mm-hmm. Ja, je zei het net eigenlijk ook al, ga een beetje rond. En dat is bij dit ook. Ga eens op kruiphoogte rond. Wat heb je eigenlijk in de keukenkastjes staan als je ze opentreft? Waar je kind misschien ook bij kan. Schoonmaakmiddelen, denk daar aan medicijnen die je ergens hebt liggen. Mm-hmm. Stop ze rookwerk. Waterstabletten hebben ze vaak ook vaak in de keukenkastje. Liefst
kop ze zo hoog mogelijk weg. En als dat niet lukt, in een afsluitbaar doosje waar de kinderen niet echt niet bij kunnen, wat gewoon op slot zit. Ja. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat zijn belangrijke aandachtspunten. Ja. Ja, snap het. Nog een punt wat we bij het kruipen horen? Of? Ja, want verder is het ook goed om te stimuleren natuurlijk. Dus weer om te kijken hoe kan je het meer doen. En dat kan heel simpel. Misschien eens een keer door wat kussens op de grond te leggen waar ze overheen kunnen klauteren en klimmen. Misschien, je hebt ook hele speelblokken die je kan leggen, maar ja, geef je de ruimte ook om lekker door het huis te gaan. Maar dan wel op een goede, veilige manier. Ja, ik snap het. En ook nog even, want bij de trapdekken wil ik ook nog zeggen dat ze ook altijd dicht moeten. En dat klinkt een beetje simpel misschien, maar trapdekjes openlaten, dat heeft dan nog steeds geen zin. Nee, dus sluiten altijd. Sluiten altijd, ja. En een open trapdekje, dat nodigt ook nog uit om te ontdekken. Ja. Ja, over ontdekken gesproken. De volgende stap is mijlpaal 4, is het optrekken tot staan. Mm-hmm. Wat kan je daarover vertellen? Ja, optrekken tot staan. Nou, het eerste waar je het weer aan kan zien is dat een kind met de romp rechtop komt. Mm-hmm. Dus hij kan op zijn knieën gaat hij zitten, dus hij wordt wel sterker. Dat is alweer het eerste signaal dat je kan zien van hé, staan komt eraan. Mm-hmm. Nou, en vanzelfsprekende, als ze zich vastgrijpen aan bijvoorbeeld de spijlen van een box, ja, dan zie je natuurlijk op een gegeven moment ze staan op hun voetjes en ze gaan staan. Mm-hmm. Of aan een tafel bijvoorbeeld, dan zie je in één keer, hé, ze willen gaan staan. Ja. En het belangrijkste daarvan is ook weer waar je op moet letten, is de hete dranken, de hete thee. Ja, want we hebben hier een tafeltje neergezet, ja. Wat een beetje de hoogte is voor je salontafel. Ja. En dan kan je dus eigenlijk wel zien dat het voor een kind natuurlijk heel, eigenlijk daar heel snel bij kan. En ongelukken met hete thee en koffie zijn dan natuurlijk heel snel gemaakt als je niet zorgt dat uit de rijkwijd van je kind klopt. En dat is ook dus in één keer als ze zo kunnen staan, ze kunnen heel snel ook ergens bij. Ze zijn natuurlijk behendiger. Mm-hmm. Ook als je misschien een kleedje op je tafel hebt, haal die even weg. Gebruik dat niet deze hele periode. Ze trekken er misschien aan. Er kan een placemat misschien liggen waar ze net zo aan mee kunnen tillen. Er staat een glas hete thee op en hij gaat zo mee. Mm-hmm. Dus dat is echt een aandachtspunt. En ook verbranding staat echt ook in onze groep 5 dat echt nog het meest voorkomt bij de jonge kinderen in huis. Ja. Dus dat is echt een in deze fase moet je daar echt heel erg zet je hete kop, zet dat weg, hoofd weg op tafel. Dat is het fijnst dat je kind er niet bij kan zijn, mm-hmm. Aan kan zitten. En ook bijvoorbeeld op visite, juist in zo'n situatie dat het weer even anders is. Wees extra alert op waar je ook iedereen de thee laat zetten of de koffie of thee dranken. Ja. Hey, ik zie dat wij op dit tafeltje ook hele mooie hoekjes hebben geplaatst. Ja. Ja. Het is eigenlijk vanuit het idee ook dat bij het optrekken tot staan, geef hem lekker die ruimte. Mm-hmm. Dus misschien als je zo'n tafeltje ergens hebt staan en je kan hem wegzetten, ga hem lekker, zet hem lekker weg. De kant zodat, schuiven. Zodat je kindje alle mogelijkheid heeft om wel bij de bank op te trekken. Mm-hmm. Maar soms heb je natuurlijk een salontafel die je niet weg wil zetten en die je wil staan. Daar heb je deze beschermers bijvoorbeeld voor. Misschien even wat dichterbij laten zien. Dat zijn hoekjes die je dus kunt plaatsen. Okay. Ja, dat is ook dus een voorbeeld die je erop kan zetten. Mm-hmm. Dat is dus echt voor die scherpe punten om dat te voorkomen. Ja. Maar nogmaals, geef ze echt de ruimte en zet juist tafeltjes neer. Maar haal alle breekbare dingen waarvan je denkt, nou een vaas die misschien ergens op de tafel staat, haal die gewoon even weg. Mm-hmm. Waardoor een kind alle vrijheid heeft om te ontdekken en te leren staan. Hey, en dat optrekken en staan, dat is eigenlijk natuurlijk de voorbode van het lopen en het willen lopen. En ik kan me voorstellen dat je als ouder misschien geneigd bent om dat lopen extra te willen stimuleren. Mm-hmm. En daar heb je ook loopstoeltjes voor. Ja, is het nou verstandig om dat wel of niet te gebruiken? En gaat dan de ontwikkeling sneller? Of ja. Hoe zie jij dat? Nou, in die zin zijn loopstoeltjes zouden we niet aanraden om te gebruiken. Nee, okay. En over het algemeen is het ook, kijk naar je kind wat hij zelf kan. En mm-hmm. Als hij nog niet toe is aan lopen, want hij is eerst die stapjes aan het optrekken tot staan.
Gaan we daar dan ook niet in neerzetten dat hij dat al leert lopen, want dat komt vanzelf wel. Mm-hmm. En die specifieke loopstoeltjes waar ze in kunnen zitten, nou, die kunnen ook nog gevaarlijk zijn omdat een kind in stand nog sneller is en wat je eigenlijk ook niet verwacht. Nee. Nou zijn er bijvoorbeeld in het verleden ook wel eens ongelukken gebeurd dat een kind zo snel was bovenaan de trap dat ze in één keer met een loopstoeltje al van de trap zijn gevallen, omdat ze niet door had dat ze in één keer daar kunnen. Mm-hmm. Nou, dat hebben ze al aangepast ook in de loopstoeltjes zelf. Er zit een anti-blokkade systeem in, dat als een wieltje geen grip meer heeft, ja, hoogteverschil. Dat blokkeert dat. Ja, okay. Maar dat laat wel zien dat ze dan snel zijn en dat daar dus dingen mee kunnen gebeuren. Ja. En ook voor het versterken en de ruimte geven, ik zou het niet gebruiken. Nee. Lekker op eigen manier laten doen. Ja, ik snap het. Hey, in deze fase, hè, waar we nu zijn, is dat ook niet dat een kind, hè, die kan natuurlijk dan ook waarschijnlijk steeds zelfstandiger zitten, mm-hmm. en dat je mee gaat op de fiets? Ja, klopt inderdaad. Dit is vaak ook zo'n fase wat dat er ook tussen komt, het zitten. Ja. Als ze echt zelfstandig kunnen zitten, dus uit zichzelf, van lichtpositie en dan zelf kunnen ze gaan zitten, dan kunnen ze mee op het voorzitten. Ja, en dat is meestal bij de leeftijd van zo'n 9, 10 tot 12 maanden. Het verschil is heel erg. Ja, natuurlijk per kind, maar gemiddeld. Gemiddeld 9, 12 maanden zou je aanhouden. En dan is de romp ook echt sterk genoeg en kunnen ze mee op het zitje. Ja, nou fijn. Ook dan word je de wereld van je kind, maar ook die van jezelf weer wat groter. Ja. Dan kan je weer wat leukere grote stukjes gaan doen. Ja. Volgens mij gaan we door naar mijlpaal 5. Dat is het lopen zelf. Ja. Dat is wel de mijlpaal natuurlijk. Hè? Als je kindje gewoon echt de eerste stapjes los gaat zetten. Ja. Ja. De signalen zijn eigenlijk ook daar ook wel wat duidelijker. Ja. Je kind gaat stapjes zetten. Mm-hmm. Rondom de tafel, rondom de bank. En eigenlijk zijn alles wat we hiervoor hebben genoemd, je kind is nog sneller, wil nog meer ontdekken en nou, wees daar nog extra alert op of bij alles wat we ook genoemd hebben, dus bijvoorbeeld de trap ook, dat blijft. Ja. Je kan hem verder stimuleren met lopen en dat is bijvoorbeeld ook met een loopfietsje met drie wielen. Ja. Bijvoorbeeld, daar kan je al mee beginnen, dat ze op kunnen zitten en dat ze naar voren kunnen eigenlijk met de voetjes al beginnen. En waar gebruik je dan zo'n loopfietsje vooral voor? Is dat voor evenwicht? Op een gegeven moment wel. Ja. In het begin niet. Dus als ze dus net kunnen stappen, dan zet je ze bijvoorbeeld op een loopfietsje met 3 of 4 wielen. Dus dan heb je nog helemaal niet die balans. Het stoeltje blijft, of de fiets blijft dan staan. Ja. Dus dan is het echt om vooruit te komen, dat ze in principe snappen van ik kan vooruit met mijn voeten. Ja. En op een gegeven moment dan kan je eens een keer proberen om op te gaan naar zo'n loopfietsje met 2 wielen. En dan komt echt, dat is echt heel sterk voor de balans inderdaad, dat ze dat gaan oefenen. Mm-hmm. Dat ze dat gaan leren. Ja. En dat is ook echt iets wat je kan stimuleren en ook dus ook weer die ruimte geven. Dus zorg ook dat ze als ze vallen, dat daar de ruimte voor is. Ja, maar over ruimte gesproken, hè, in huis, hebben we het net over gehad, waar je allemaal om kan denken en welke maatregelen, voorzorgsmaatregelen je allemaal neemt om het een en ander te voorkomen. Maar ja, je hebt ook nog buiten en je hebt ook nog de tuin en dan is er misschien ook wel water. Ja, ja. Klopt, inderdaad. Ja, water heeft echt een enorme aantrekkingskracht op kinderen. Het glinstert, het is interessant, daar willen ze naartoe. En inderdaad, als ze dus gaan lopen, dan is dat weer een extra risico dat ze daar naartoe willen en gaan. Dus ook blijf daar altijd dichtbij. Als er ergens water in de buurt is, dan ben je er altijd bij. Je kindje laat je ook niet alleen, echt op armlengte ben je dichtbij. Mm-hmm. En laat bijvoorbeeld ook dan niet een badje in de tuin staan met water, omdat je denkt dat je kindje er niet naartoe kan, want voor je het weet is hij daar wel bij. Ja, en in een heel dun laagje, hè? Kun je zo, dat moeten we niet aan hebben. Nee. Dus water is echt een no-go. Ja, heel goed opletten. Ja. Oké. Okay. Nog iets anders wat we bij het onderwerp lopen aan moeten kaarten? Nee, volgens mij, ik heb eigenlijk het loopbaantje nog niet echt benoemd, maar dat is natuurlijk ook echt al nog iets waar ze mee te leren lopen. Ja, dat is van alles op het loopstoeltje. Ja, het loopstoeltje. Moeten we het even laten zien? Ja, volgens mij hebben we hem klaarstaan. Dit is dus echt het loopbaantje. Oh ja, kijk ik hem misschien eventjes voor de
zicht, daar kan het kind dus echt achter staan. Oké. Dat is dus het lopen karretje. En deze ook nog even. Het loopfietsje. Deze is dus met drie wielen en op een gegeven moment kan het dus ook kan naar twee. En dan komt echt de balans daarin. Oké. En dat zijn dus gewoon ook echt voorbeelden om te doen. En deze kan eigenlijk ook al met optrekken tot staan. Kunnen ze hier eigenlijk ook al mee oefenen, mee leren. Maar dus ook met de stapjes zetten om te helpen. Ja. Nou, scherpe dingen aan de kant. En mocht je een andere loopbaken hebben met een bak erin, soms zijn ze een beetje, gaan ze heel hard, gaan ze te, schieten ze in één keer vooruit. En als je er iets zwaarder bijvoorbeeld in legt. Ja, dan moet je een beetje contragewicht kunnen ze ook echt het optrekken staan, die eerste pasjes zetten daarmee. Oké. Okay. Hey, en wat je ook vaak ziet is dat je je kind dan zo op een gegeven moment in de, hoe zeg je dat, bij zijn handjes pakt en gaat lopen. Is dat ook goed om te oefenen? Ja, dat kan je wel doen. Maar wel dus als je ook ziet dat hij al die pasjes uit zichzelf heeft gezet. En dat hij dus niet te snel al mee beginnen eigenlijk. Nee, precies. Echt weer kijken vanuit de ontwikkeling van het kind. Wanneer is het klaar voor? Wat doet hij? En als je al een stapje zet, dan kan je natuurlijk er wel mee gaan oefenen. Om het zo te zetten. Maar laat het hem vooral zelf doen. Ja. Dat is echt eigenlijk de basis een beetje. Kijk ernaar en laat het hem zelf. Oké. Ga mee in het ritme van je kind. Maar dat is bij heel veel dingen zo. Ja. Dus, nou, mooi, dankjewel. Ja. Gaan wij door naar de volgende mijlpaal. En excuus. Ik heb helemaal vergeten te kijken. Wanneer nou precies een loopfiets en wanneer een loopwagentje? Ja, we lieten ze natuurlijk net allebei zien. Wanneer doe je het ene, wanneer doe je het andere? Ja, dat komt omdat ik deze weer terughaalde. Er zit niet per se iets vast aan, wat ik nu ga noemen. Mm-hmm. Maar deze is in principe de eerste, omdat dat met optrekken tot staan kan je maar gebruiken. Dat is echt dat dus lopen. Of dat ze dus omhoog gaan, dat helpt ermee. En die eerste pasjes. Maar ook hier kan je al, als ze dus echt dat zelfstandig kunnen zitten, dus dan zit je ook net daarvoor, dus voor dat optrekken tot staan, kan je ze hier ook gewoon opzetten en kijken of ze dit kunnen. Mm-hmm. Dus dit is echt, als ze al kunnen zitten, kan je, en ze komen met de voetjes aan de grond, kan je dat ook wel eens proberen. Ja. Dit is eigenlijk net iets eerder, denk ik. Ja. Dus echt, zodra ze echt beginnen kracht te zetten en ze op te trekken, dan kan je eigenlijk al snel deze gebruiken. Precies, en als ze echt goed zelf sterk genoeg zijn om goed te zitten, en ook, dan is het een loopfietsje denk ik heel goed. Ja. Nou, mooi. Dankjewel. Volgens mij hebben we geen vragen meer voor deze mijlpaal, dus gaan we door naar de volgende. Ja. En dan ga ik de microfoon weer van jou aannemen, want dan draai ik mij weer de andere kant op. Dankjewel. Ja. En Mieke, dan is deze weer voor jou. Ja. Want het volgende onderwerp wat we gaan bespreken is regels herkennen. Nou oké, we zijn inmiddels aanbeland bij dat kind dat inmiddels ook wel lekker rondloopt in het huis. Ja. En dan? Ja, de eerste vijf grote mijlpalen in echt wel meer de fysieke ontwikkeling, zeg maar. Die hebben we nu gehad. Hè. Mm-hmm. En eigenlijk de rode draad in die vijf eerste mijlpalen is dat ouders eigenlijk vaak verrast worden. Mm-hmm. Wat ik al helemaal aan het begin ook heb gezegd. Yeah. Verrast worden door dat opeens zo'n stap gezet is. Mm-hmm. En zeggen dus eigenlijk, ouders die onderschatten vaak wat hun kind fysiek al kan. Hè? Mm-hmm. Dus ze denken, mijn kind kan dat nog niet en dan toch is het gebeurd. Mm-hmm. Waar we nu de volgende twee mijlpalen eigenlijk meer over gaan hebben, is meer die cognitieve ontwikkeling ook. Hè? Dus het begrijpen van dingen. En wat we daarvan weten is dat ouders dan juist vaak overschatten. Wat een kind al kan grijpen. Oké, dus dat is weer contra. Ja, gaat het de andere kant op. Dus dan heb je vaak dat ouders denken dat nog een vrij jong kind, een kindje van 1,5, 2 jaar, dat ze dus begrijpen dat ze bijvoorbeeld niet aan de hete thee mogen komen. Ja, want dat heb ik heel vaak al gezegd. Mm-hmm. Dus dat weet hij hoor, dat doet hij echt niet. Mm. Zo werkt het niet. Nee. Okay. Want hoe werkt het dan wel? Moet je dan welke dingen kan je wel al met je kind
ja, afspreken of in ieder geval aangeven om toch duidelijk te maken dat een kop thee echt niet. Nou ja, je kan wel in deze fase dat soort dingen al gaan leren. Hè? Mm-hmm. Dus je kan wel al gaan aangeven van dat het heet is, dat bepaalde dingen zeer doen als, het, als ze eraan komen. De woordjes nee en ja, hun naam gaan ze ook al op reageren. Mm-hmm. Dus die dingen kun je echt wel mee beginnen. Ja. Alleen je moet je nog steeds bewust zijn dat tot een kind een jaar of drie is eigenlijk, meestal houden we een beetje die grens van drie jaar aan, zijn ze cognitief nog niet in staat om ook echt zo'n afspraak goed te begrijpen. En met goed te begrijpen bedoel ik dan dat in de thuissituatie, als jij alleen bent met je kind en je hebt inderdaad zegt altijd dat ze aan die hete thee niet aan mogen komen, zullen ze dat naar alle waarschijnlijkheid ook in die situatie niet doen. Nee. Maar als je dan in een andere situatie bent, of er is een oppas in huis, of je bent bij opa en oma, dan is de setting dus net anders en dan maken ze dus niet helemaal die link. Dan merk je dat begrip er dus nog niet is. Nee. Dus ja, eigenlijk is de boodschap, tot een kind een jaar of drie is, tuurlijk, ga alvast wel proberen dat soort dingen te benoemen en te herhalen. Maar ga er niet vanuit dat ze het begrijpen. Dus zorg ervoor dat je toch die omgeving gewoon veilig maakt en die hete thee wegzet. En zorgt dat het trapekje dicht is. En nou ja, noem maar. Ja. Dus dat is eigenlijk de voornaamste boodschap. Mm-hmm. En ook belangrijk, juist dus nogmaals, om die omgeving veilig te maken. Omdat je kind gewoon op ontdekkingstocht gaat. Hè? Ze kunnen nu gewoon heel veel. Ze kunnen overal komen. En ze willen ook gewoon dingen ontdekken en uitproberen. En dat is ook heel belangrijk. Dus, en dan wil je juist zorgen dat de situatie veilig is, zodat ze dat ook gewoon lekker kunnen doen. Ja, en dus eigenlijk stimuleer, hè? Dus geef je ze die ruimte, maar zorg wel dat je steeds die afspraak, hè, van wat wel kan en wat niet kan, dat je dat blijft herhalen. Ja. En dat het eigenlijk hele simpele dingen als ja en nee, dat is in die eerste paar jaar dus heel belangrijk om dat steeds te herhalen. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en wanneer is het dan dat je het momentum dat je wel echt wat meer afspraken kunt gaan maken? En dat is eigenlijk bij de volgende mijlpaal. Vanaf een jaar of drie eigenlijk. Ja. Over het algemeen. Kijk, weet je, kinderen zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Dat geldt ook voor alle stappen die we net besproken hebben. Dat is echt wel per kind verschillend. Maar over het algemeen, vanaf een jaar of drie, kunnen ze beter regels begrijpen. Mm-hmm. En begrijpen ze ook dat bepaalde afspraken ook in een andere situatie worden. Okay. En ook als je bij opa en oma bent. En mm-hmm. Dus dan gaat dat stukje begrip gaat echt wel veranderen. Ja. En kun je beter afspraken maken met het kind. Maar het blijft een situatie. Ik heb onlangs toevallig nog een onderzoek weer gelezen waaruit bleek van ook voor driejarigen geldt dat eigenlijk 80% van de kinderen zich toch niet houdt aan de afspraak. Hè? En dat is soms bewust, omdat ze gewoon ondeugend zijn. Maar soms toch ook nog steeds wel, omdat ze dan toch afgeleid zijn. Of op dat moment het even niet goed paraat hadden. Ja. Dus ook in die fase moet je gewoon nog steeds zorgen dat je ook je kind in de gaten houdt. Ja, alert zijn en zorgen voor die veiligheid. Maar je wil natuurlijk ook voorkomen dat je kind bij de rest van de groei en de stappen die je nu gaat maken, continu maar die veilige buffer biedt. Dus hoe moet je daarmee omgaan als ouder? Wanneer kan je je kind nou wel een beetje meer die ruimte geven en wel bepaalde risico's misschien laten ontdekken op een veilige manier? Ja. Hoe zoek je dat uit? Dat is lastig. Ja. Dat is zeker lastig. En dat is, weet je, dat is afhankelijk van best wel veel factoren. Want het is afhankelijk van wat voor type kind je hebt. Hè? Je hebt hele ondernemende kinderen die overal direct inklimmen en bovenop zitten. Mm-hmm. Je hebt ook de wat afwachtendere kinderen die gewoon eerst weer de kat uit de boom kijken.
je bent als ouder, de ene ouder die is veel relaxter om bepaalde dingen toe te laten of eerst eventjes te observeren. En een andere ouder die vindt dat veel moeilijker en die grijpt direct in. Mm-hmm. Dat hoort er allemaal bij. Maar wat belangrijk is dat je, wij zeggen altijd, probeer goed naar je kind te kijken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk al stap 1. Ja. Observeer wat ze doen. Je staat er vaak versteld van als ze bijvoorbeeld in een speeltuin zijn of hoewel overwogen ze bepaalde dingen doen. Okay. Ze gaan vaak echt niet als een blinde ergens op af. En door zelf goed te kijken naar hoe je kind bepaalde dingen aanpakt, krijg je daar ook vertrouwen in. Ja. Of de andere kant. Je ziet dat het toch belangrijk is om op een bepaald moment wel in te grijpen. Observeren. Soms tot 10 tellen. Het beste is toch om ze het zelf te laten ontdekken. Ja. Uit te proberen. En niet te snel in te grijpen. En ook niet te snel. Doe je voorzichtig. Pas op. Kijk uit. Ja. Al dat soort uitspraken, dat betekent voor een kind dat het angstig kan worden. Mm-hmm. Daar spreekt niet veel vertrouwen uit, zeg maar, als mama of papa dat steeds zeggen. Dus ook dat soort dingen, probeer dat zo min mogelijk te doen. Ja, ik snap heel goed wat je zegt, maar ik kan, dat weet ik zelf als ouder ook, het is natuurlijk wel heel erg lastig om die inschatting te maken. Ja. Hoe kunnen we ouders daarin ondersteunen om dat toch die keuze goed te maken? Ja, dat is ook heel lastig. Alleen het is, wat ik net al zei, kijken naar je kind. Wees je ook bewust van het feit dat af en toe een keer vallen of een blauwe plek of een bult, mm-hmm. Is ook niet erg. Hè? Dat hoort ook bij spelen, dat hoort ook bij opgroeien. En natuurlijk, jullie hadden het daarnet over situaties met water. Dat staat natuurlijk uit de kijf. Als er water in de buurt is, dan neem je geen enkel risico. Nee. Maar situaties waarin in een speeltuin gespeeld wordt en een kind dingen wil proberen. Geef hem de ruimte. Geef hem ruimte. Als het nodig is, kun je inderdaad wel ondersteunen door in eerste instantie het liefst eigenlijk gewoon verbaal aan te geven van je doet het hartstikke goed en geef het kind vertrouwen. Ja. Maar wees alert dat als het nodig is, dat je erbij kunt zijn. We hebben een vraag ook gekregen van Marlies. Die heeft een ondernemende meid van 2,5. En die worstelt met de combinatie soms, ook met haar, met het huishouden en koken. Ja. Wat zou je daarover adviseren? Nou, dat kan ik me best voorstellen. Ja. Dan kun je niet continu je kind in de gaten houden of alert zijn op wat het doet. En dan is het dus belangrijk dat de omgeving veilig is. En mm-hmm. Het voorbeeld wat ze noemt van wat doe je dan met koken? Tegenwoordig hebben we toch heel veel een open keuken. Hè? Mm-hmm. Dan is een tip om te zeggen, zorg dat je kind niet in de keuken kan komen, is heel lastig uitvoerbaar. Maar waar je wel bijvoorbeeld op kan letten, is dat je geen opstapjes hebt in de keuken. Mm-hmm. Zodat je kind in ieder geval niet ook bij het aanrecht kan komen. Of dat het even zelf een stoel kan bijschuiven om ook bij de hete pannen te komen. Dus als je zelf druk bent en niet continu de boel in de gaten kan houden, zorg dan in ieder geval dat de omgeving veilig is. Ja, maar ook weer, ik hoor jou zeggen, als je een open keuken hebt, maar stel dat je een dichte keuken hebt en jij bent daar bezig en je kind is dus alleen in de huiskamer, dan is het natuurlijk ook weer heel belangrijk als je alleen dat bent, het daar natuurlijk ook... Nee, dat klopt. Ja. Als je alleen in huis bent en zo'n situatie is ook niet menselijk. Nee, dan kan je ook geen zicht houden op. Nee, dat is lastig. Maar ik denk dat als je zorgt dat er een goede, veilige omgeving is, dat je ver kunt en je kind best wel wat vrijheid en ruimte kunt geven. Maar zelf ook alert blijft op die gevaarlijke situaties. Ja. Hey, we hebben vooraf ook nog wat ingestuurd gekregen en dat had ook met spelen te maken. Want jij zei net al in speeltuin en ruimte geven.
Ja, wat is daar, adviseer daarin? Wat voor soort speelplekken zou je kunnen opzoeken met je kind? Ja. Nou, spelen is sowieso de manier eigenlijk voor kinderen om zich goed te ontwikkelen. Mm-hmm. In een speelsetting zijn vaak ook andere kindjes, dus het is sowieso al op sociaal vlak heel leerzaam, maar ook natuurlijk qua motoriek. Mm-hmm. En ja, je hebt natuurlijk gewoon speeltuintjes in de wijk, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan je woonsituatie. Ja. En wat misschien goed om te zeggen is ook wat veel mensen niet weten, als er bijvoorbeeld een klimtoestel in een speeltuin staat, mm-hmm. Dan is heel vaak, zie ik ouders met hele kleine kinderen, die kinderen op het klimtoestel tillen. Mm-hmm. Omdat de eerste trede te hoog is. Ja. Dan kunnen ze dan niet opstappen. Nee. Maar die eerste trede is bewust niet waarschijnlijk voor niet nee, op die hoogte. Ja. Dus dat is aangepast op het kind en de ontwikkeling van het kind. Als ze eenmaal in staat zijn om die eerste trede te nemen, dan is ook dat klimtoestel geschikt voor dat kind, voor de leeftijd. Dus doe dat er niet, goed uit er niet op. Mm-hmm. Maar woon je wat meer buiten, dan is het natuurlijk ook zo'n speelbos of park of is ook ideaal voor kinderen om, zeker. Om te ontdekken en te spelen. En ja, vaak kunnen ze daar, worden ze daar nog creatiever van en zijn ze heel lang zoet. Ja. Nou, dat is goed om te weten. Hey, we krijgen nog een vraag binnen. Mijn peuter van 2,5 loopt vaak weg in vrije situaties. Wat kan ik doen? Als ik haar vasthoud of in de buggy zet, dan krijgt ze een driftbui. Oeh, ja. Ja, ga er maar aan staan. Ja, dat is pittig. Ja, wat kan ik doen? Ja, dat is natuurlijk, kijk, een kindje van 2,5 kun je niet laten gaan. En daar kun je dus inderdaad ook nog niet, wat ik net al heb uitgelegd, een duidelijke afspraak mee maken. Nee. Dat gaat simpelweg niet. En dan ligt het een beetje aan de omgeving. Maar vaak wil je echt niet dat ze er dan van doorgaan. Dus dan vrees ik toch dat die buggy wel de oplossing moet zijn. Ja. Ja, en dan toch afleiden. Hè? Afleiden is dan eigenlijk altijd de beste manier om te zorgen dat het niet helemaal over de toeren gaat. Maar we hebben ook, je hoort ook wel eens zo'n tuigje. Ja, of is dat nou ja, buggy heeft natuurlijk eigenlijk altijd wel zo'n 5-punt gordel. Ja, ik bedoelde eigenlijk een tuigje, niet in de zin van het in de buggy, maar een, noem je toch ook een tuigje? Ja. Dat je kind gewoon als een soort paardje rijden, bij wijze van spreken, zo'n tuigje. Ja. Nou, dan heeft hij wel iets meer beweging, wel iets meer bewegingsvrijheid, maar dan heb je wel op dat je het toch tegen kunt dat houden. Ja, ik heb dat inderdaad ook wel eens, niet zo vaak, maar het kan. Voor sommigen is dat toch misschien een uitkomst. Ja, ja. Dat is ook een suggestie. Je kunt het in ieder geval eens proberen. Ja. Ja. En Mieke, zijn we nog iets vergeten? Zo helemaal aan het einde. We hebben denk ik alle 7 mijlpalen gehad. Volgens mij ook. Van een kwetsbare baby tot inmiddels een, laten we zeggen, een kleuter van 4. Ondernemend. Kind, waar je inmiddels ook duidelijke afspraken mee kunt maken. Risico's proberen in te schatten, maar ook af en toe een beetje vrijheid geven. Zodat zeker. Je kind dat ook zelf steeds beter gaat doen. En ik hoop dat we ouders hebben kunnen adviseren. Dat ze zich ook wat zekerder voelen over wat je nou wel en wat je niet kunt doen. Ik hoop het ook. Toch? Ja, zeker. Oké. Okay. Dat ze er wat aan gehad hebben. Ja. Nou, dank voor het kijken. Ik wil nog even zeggen dat deze Insta Live ook terug te kijken valt. Ik wil Marielle, die is inmiddels achter de schermen, hartstikke bedanken. Mieke, bedankt. Veiligheid.nl, het was heel fijn om weer met jullie in gesprek te gaan. En tot de volgende keer. Fijne avond.